Magic Kingdom in Orlando. Het is vandaag dag 3 van de Orlando vlogs. En heb je de vorige nog niet gezien, kijk dan even zo op Project McGriftia. En vandaag zijn we in Disney, in Magic Kingdom. Magic Kingdom, dat is zeg maar gewoon, zo heet het hier, dat is gewoon Disneyland. En we lopen nu in de Main Street USA, zoals je ook ziet. En we zijn er net binnen en ik weet niet waar we naartoe gaan. En ik zie het kasteel al. Het kasteel ziet er iets anders uit dan in Parijs, dus ik zal hem wel even laten zien. Dit is het kasteel, hij ziet er iets anders uit. Ik vind hem wel mooi. Ik weet niet of ik die in Parijs mooier vind dan deze. Maar in ieder geval, ze zijn allebei sowieso hartstikke mooi. Nou, er komt nu al een Clown Fiesta aan. Ik weet niet waarom, maar ze gaan allemaal trommelen en zo. Hartstikke leuk. Wat is leuk doen, hè? Ik heb niet echt gelachen, maar het was wel grappig. En nu gaan we, weet ik niet waarheen, dus we zien het wel. Helemaal leuk. Waar gaan we in? We gaan in de Space Mountain. Heb je zin in? Ja. Terug. Oh my god. Bart die was aan het zeuren, joh. Oh my god, hij ging zo weg. Ik zit hier met dat ding op mijn been. Ja, het is niet echt soepel. Het ging echt lekker heen en weer. Lekker. Nou, doe je mevrouw achter dat ding. Doe je mooie bergen. Het was wel leuk. Hij gaat dus niet over de kop en je zit ook in je eentje in een karretje. Maar het was echt totaal niet soepel. Echt alles ging alle kanten op. Zo, echt opeens ging je heel snel naar beneden. Maar het was wel lachen. Oh, kijk nou wat leuk. Een of andere woonkamer of zo. Wat cute. Nee, dat was ik. Oh, mooi hoor. Nou, ik en Bart zitten hier op een bankje en we zitten eventjes mensen te bekijken. Het is altijd wel leuk om te doen om mensen te bekijken en je mening te geven over hun stijl en hun uiterlijk. Ik wil niemand beledigen, ik wil ook niet lullig overkomen. Maar ja, wij geven gewoon onze mening over iedereen. We gaan verder niet die mensen lastig vallen daarmee natuurlijk. Maar het is best wel leuk om te doen om gewoon mensen te kijken en je mening erover te geven. Maar ja, we hebben wel de tijd van ons leven. Bart, we zitten trouwens zo rustig tegen rug. Ja. Want ik zit blijkbaar niet recht genoeg. Ik zit niet rechtop, dus als ik zo ga zitten, dan zit ik wel rechtop. Dus daarom zitten we zo. Regen en zonneschijn, dat betekent maar één ding. Een regenboog, maar ik zie geen regenboog. En er lopen hier hele natte kinderen. Die zijn waarschijnlijk in de waterattractie geweest. En ik ga even naar een winkeltje op zoek naar een paraplu. Want ik vind het niet echt chill om de hele tijd nat te worden. Want het is net even te veel regen. Het kan lekker zijn, maar het is net even te. Ja, het zijn echt vet grote druppels. Ja, we gaan het water geld geven. Jongens, iedereen legt een muntje in, dus wij gaan ook een muntje doen. Ik moet wel gewoon wens doen. Als ik hem op het blaadje kan landen, krijg ik nog 5 euro. Oh. Nee, jammer. Nu krijg ik van jou 5 euro. Oké. We gaan nu trouwens in de kleine Zeemermin. Dat is een nieuwe attractie. Het is een soort slow ride, dus het gaat langzaam als het goed is. En ik ben benieuwd, want het is nieuw, dus ik heb geen flauw idee. Water heen. Snel, rennen! Rennen! Oh my god, ik word rennen, dan wat. Ik ga er ook doorheen lopen. Oh my god. Ah! Ik ben nat geworden. Nou, dat was wel lekker eigenlijk. There.
was het al? Vond je het leuk? Enig. Ik vond het ook enig, doei. Sorry voor mijn lelijke gezicht trouwens. We zitten in de Splash Mountain en daar word je heel nat. Heb ik daar zin in? Ja, want het is heet. En ik hoop dat we nat worden. Ik hoop het wel, het zit helemaal achterin. Ja, misschien worden we helemaal niet nat. Gaan we zien. Oh, wat leuk. De parade is ondertussen bezig. Wat schattig. Oh nee. Oké, ik ben echt gewoon niet nat, gewoon helemaal niet. Oh jeetje! Oh my god, wat is dit? Het gaat gebeuren jongens, we gaan omhoog, ik herhaal, we gaan omhoog. Het regent heel hard. En wat nog erg is, dat het heel erg hard onweert. Oh, hoor je dat nu niet? Livestreamen vanuit Florida, be like. Al zo gestrest en zo. Zeg even wat in de vlog. Oh, even tekenen. Mooi hoor. Aanschouw een bananenplant, jongens. Zien jullie de bananen zitten? Oh, wat lekker. Hier zitten nog meer bananen. Ze zijn alleen nog niet rijp. Nou, we zijn net in de jungle tour geweest. Het was wel leuk, maar natuurlijk zijn het allemaal neppe dieren. Maar alsnog was het wel lachen. We gaan nu naar de nieuwe achtbaan, de Seven Dwarfs Mine Train, toch? De Seven Dwarfs Mine Train. Train, hè? Train. En hopelijk is die leuk. We gaan het meemaken. Ik ga er wel in filmen, denk ik. En als mijn camera dan aan de hand valt, heb ik weg. Doei. Lijkt wel een beetje op, ik weet niet op wie. Druk in raden waar we in zitten. In de Mad Cups. De teacups. Deze ziet er in Disneyland Parijs echt wel heel veel mooier uit trouwens. Als je daar bent geweest, dan zie je het wel. Maar ik vind de kopjes hier wel weer mooier. Ik vind het heel leuk. Ik heb het naar mijn zin. Ik ben nu al duizelig. Ik hou mijn ogen dicht. Het regent een beetje jongens. En met een beetje bedoel ik heel erg. Het ziet er niet super erg uit, maar het is wel heel erg. We zitten nu trouwens in de People Mover. En dat is een dingetje dat de people move. De mensenbeweger eigenlijk. Dus daar zitten we nu in voor de lol. En we kijken naar iedereen die lekker nat wordt hier beneden. Helemaal leuk. Jongens, aanschouw de Space Mountain met licht aan. Super lelijk. Ik heb geen idee waarom het licht aan is. Het zal wel kapot zijn of zo. Wel grappig om te zien. Jongens, we gaan nu in Winnie de Pooh. Ik heb er zin in. Ik heb wel heel lang naar Winnie de Pooh maar gekeken. Maar vroeger was ik daar heel erg fan van, blijkbaar. Hier achter mij zie je de ride al. Heel spannend. En we gaan in een bak met honing zitten. Nou, wat lekker. Ik ben heel benieuwd. Eigenlijk weet ik nog wel een beetje hoe deze attractie gaat. Maar het is nog steeds wel leuk. Maar je bent nooit te oud voor Winnie de Pooh, hè? Nee, ja, ik ook. Ik was heel erg fan. Vooral van Tijdertje en Ior. Laat even in de reacties achter of jullie ook fan waren van Winnie de Pooh. Look at all these diamonds. I just found Bay. Dit is mijn nieuwe Bay. Ik hou van hem. Arme eend. Oh nee, hij is zo alleen. Ik wil er helpen. Ik ga hem helpen. Kom maar eentje. Kom maar bij mij. Nou, misschien is ze wel haar man kwijt of haar kind. Ik vind het zielig. We gingen in een waterattractie terwijl het heel hard regende.
Alles is nat. Alles is nat. Zelfs mijn onderbroek. Dit krijg je als het regent en je in een waterattractie gaat. Alles is nat. Normaal is het dus die kleur. Alles is nat. En ik ben echt van achteren met kont, met broekje, alles is nat. Bij mij zie je het minder erg dat ik echt helemaal nat ben, maar alles is nat. En het is echt heel naar, want mijn rug plakt nu zo super erg. Maar nu gaan we naar de Haunted Mansion, het spookhuis. Want daar, Fastpass voor. Dus we gaan daar lekker nat in zitten. En het is zo koud nu met de airco. Zo koud. Het voelt nu echt alsof ik in Nederland sta en het vriest. Het is echt heel koud. Het is echt niet normaal. Nou, het is inmiddels alweer de volgende dag. En ik ben helaas vergeten de vlog af te sluiten. Ik heb niet echt veel van het einde gefilmd. Maar dat kwam omdat het echt een hele nare situatie was. We hebben nog wel daar gegeten. Maar dat hebben we echt maar heel kort gedaan. We zijn daarna gelijk weggegaan. Want het regende echt ontzettend hard en het onweerde. Hier zie je even een korte video. Uit mijn Snapchat die ik had gemaakt van wat de situatie was. Het regent nog steeds en het onweert ook nog steeds. En mijn haar ziet er allemaal niet meer uit. Ik heb zelfs mijn witte shirt die ik vandaag aan had uitgedaan en iets anders aangedaan. Omdat het zo nat was, dus echt helemaal doorweekt. En mijn kont is ook doorweekt. Nou ja, mijn broekje en mijn onderbroek. Nou, zoals je ziet was het niet echt chill. Ik had ook heel veel in mijn handen en zo en die paraplu en de tas. Dus daarom was het niet echt handig om te vloggen. Maar in ieder geval, ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. De volgende Orlando vlog komt natuurlijk online op PM. Het link staat in de beschrijving. En daarna komt er weer een vlog op mijn kanaal. Doei!